Is dat ook heel erg en vinden het ook heel leuk. Zij kunnen ook soms meespelen met ons. Als ze zeggen van, wat wil ze nog mee te doen, dan kunnen ze gewoon mee op het podium. Ze hebben er helemaal profijt van. Okay. En de derde man vandaag, dat is Micha. Dat komt voor bassist. Ja. Nu kan ik me voorstellen dat je als band vaker gevraagd wordt om wat te doen voor het goede doel. Misschien dat soms ook wel geen zin in. Maar deze keer hebben jullie ja gezegd. Waarom vinden jullie het belangrijk om hier vanavond te zijn? Nee, ik vind het gewoon leuk om op te treden en voor een goed doel is dat altijd heel mooi als we daar eens kunnen bijdragen met muziek, wat we ook graag doen dus, vandaag. Ja. Jullie muziek laat zich omschrijven, ja, het klinkt een beetje alsof je in Amerika zit als je naar jullie muziek luistert. Hoe komt dat? Heeft iemand van jullie Amerikaanse roet? Nee, dat niet, maar wij interesseren ons heel erg voor die muziekrichting. Dus ja, vandaar dat we Amerikaanse muziek maken. Er zijn er nog plannen om een keer, misschien vanuit Limburg, naar de Verenigde Staten te gaan, waar je kan tour of zo? Ja, dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn als het zou kunnen een keer. Ja, dat is kort. Je weet, dat zijn dromen voor de toekomst. En daarom een applaus voor Cedar Spring. You gotta give them hell before you get any hell. You gotta give them hell.